van Roll werden in Nederland nog zoek gehouden met de Silvera's en de Forio's en Corrie Brokken. Maar op Radio Luxemburg ontdekte je Little Richard en Bill Haley en de Every Brothers en dat was een hele andere koek. Verder is dit programma geheel per toeval tot stand gekomen eigenlijk. Ik mocht bij hoge uitzondering van de RTL een programma over muziek maken. En toen ben ik mijn oude helden op gaan zoeken. Ik ben overladen met schouderklopjes en na 8 afleveringen zei de directie: wegwezen met je muziekprogramma, want dan kijk je een hond na. Dat vloerse talkshowtje over voetbal mag ik al 20 jaar doen. Dat kan niet ordinair genoeg zijn, dat vindt iedereen leuk, maar het maakt je een keer wat leuks, dan sta je weer op straat. Verder heb ik dit georganiseerd, eerlijk gezegd, omdat ik me geweldig stoor aan het feit dat er geen amusement is voor oudere jongeren. Kijk, de kinderen zijn de deur uit. De kinderen zijn de deur uit. Ik hoop dat jullie hypotheek ook zo'n beetje afgelost zijn. Voor het eerst van ons leven hebben we patiënten in de zak, maar er zijn nooit leuke dingen in de Schouwburg. Hè? Je struikelt over de scheidlollige cabaretiers waar je niet eens op kunt glimlachen. Om dan nog maar niet te praten over dat Joop van der Ende gif, al die potsierlijke musicals. Je bent dan blij als Golan Earing een keer langskomt. Nou, dat zegt genoeg, zou ik bijna zeggen. En daarom hebben we dit gedaan en we hebben er ontzettend veel plezier in. En we hopen dat u ook een hele genoegelijke avond heeft. Plotseling was er heel lang geleden voor het eerst een tv-programma over muziek. Top of flop. Het was Te Lullig voor Woorden met Herman Stok. Er werden plaatjes gedraaid en een of andere lul in een pak en een stropdas die nergens verstand van had. Die mocht dan zeggen of het een top of een flop werd. En meestal als het bandje lange haren had, dan was het een flop. U kent misschien de herkenningsmelodie nog wel, als u het niet meer weet. Het was het nummer van de Shadows. 36, 24, 36. ZZ en de Maskers. En deze Jan de Hond, die hebt u allemaal thuis, al beseft u dat niet, want Jan de Hond was in die jaren de ultieme studio-gitarist. Die bandjes hadden niet allemaal zo'n goede gitarist. En Jan de Hond die speelde dan altijd solo's in. En ongetwijfeld heeft u thuis muziek van Jan de Hond, want u denkt ook niet dat de Cats dat ooit zelf gespeeld hebben. Deze Jan de Hond die ging later naar Nederlands Hop Express bij Kan en Freek. Daarna heeft hij nog heel lang bij Boudewijn de Groot gespeeld. Toen kreeg hij wat last van zijn gehoor. Want al die gitaristen die 40 jaar naast de versterkers gezeten hebben, die verstaan niks meer. Maar dat is min of meer opgelost. En we zijn heel blij en ook trots dat we deze meestergitarist in ons midden hebben. Jan de Hond!